Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Hey, goedemorgen allemaal. Sorry dat ik laat ben. Mijn MacBook deed in één keer heel gek. En vertelde mij dat ik geen camera heb. Oftewel dat de camera het niet doet. Dus ja, dat werkt allemaal niet. Dus moest ik heel snel iets anders pakken. Dus ik heb nu even een andere laptop. Dus er was een beetje gedoetjes. Zo. Oké. Nee, kun jij misschien de deur dicht doen? Zeker. Zo hoor je. Yes, dankjewel. Heb ik aangepast. Hey, nogmaals. Excuses dat ik laat was. Mijn Chromebook, of mijn MacBook gaf in één keer de melding dat mijn camera stuk is of zo. Geen idee hoe. Dus ik heb nu eventjes ben ik mijn MacBook opnieuw aan het opstarten. En moest ik even een andere laptop pakken. Vandaar dat ik wat te laat was. Maar dat maakt er niet uit, want gelukkig kunnen jullie mij nu allemaal zien en kunnen wij gaan beginnen. Want we hebben nog 2 daagjes voor onderwijs op afstand, noemen we dat dan. Digitaal onderwijs. Want ik zie jullie na de meivakantie allemaal weer. Dus dat is super chill. Dus dat. Vandaag, de weektaak. Nog 2 dagjes en dan heb je vakantie. Dus je moet nog 2 dagen knallen. Je bent er bijna. Kun je vinden op Google Classroom. En daar staat alles wat je moet doen vandaag. Het is vandaag natuurlijk donderdag. En op donderdag gaan wij bezig met rekenen. De instructie van deze week kun je kijken. Maar ja, die heb je als het goed is al doorgenomen. Dus ben je bezig met eigen taken week 4. Ik ga zo meteen... eventjes zorgen dat ik daarmee aan de slag ga en nieuwe taken klaarzet, mocht je alle taken af hebben. Probeer in ieder geval de eerste reeks taken die je klaarzet, dus wat zeg maar dinsdag voor je klaar stond, dat op vrijdag af te hebben. Dat moet makkelijk kunnen als jij 4 keer een uur rekent. Dan ben je dus 4 uur aan het rekenen, dus dan zou je dat makkelijk kunnen afkrijgen. Spelling. Ben je bezig met les 8 en een spellingspel van de methode en kun je de instructievideo van gisteren kijken. En bij taal ben je bezig met les 9. Daar hoort een instructievideo bij. En lezen een kwartiertje. Vandaag de laatste les van geschiedenis. Namelijk les 4 over het thema oorlogen. Daarmee komen we aan het einde eigenlijk van het thema oorlogen. En een beetje aan de afronding van al die verschrikkelijke oorlogen. En hoe het komt dat het nou zeg maar vrede is. En wat de mensen daarvoor hebben bedacht. Om dat voor elkaar te krijgen dat er in Europa niet meer zoveel oorlogen voorkomen. Dus dat behandel ik in de instructie van les 4. En die staat nu op YouTube. Je kunt daarna bezig met je denkboek. Voor de rest, nog even deze opmerking. Na de vakantie beginnen de spreekbeurten. De presentaties daarvan. Ik heb van verschillende kinderen al echt spreekbeurten presentaties gehad. Die super mooi zijn en af. Ik heb er vandaag nog eentje van Vera beoordeeld. Die zag er super strak uit. Zorg dat je begint. Van sommige kinderen hoor ik, ja, maar ik heb nog geen onderwerp. Ja, je hebt al best wel veel tijd gehad in de weektaak om met je spreekbeurt bezig te zijn. Bij elkaar opgeteld heb jij al minimaal 3 uur de tijd gehad.
Dus als je nog steeds geen onderwerp hebt en geen begin hebt gemaakt, dan moet je je nu wel even zorgen gaan maken. Dus dan moet je daar nu en in de vakantie mee beginnen. Anders heb je straks na de vakantie geen presentatie als je op het rooster staat om je spreekbeurt te geven. Dus zorg dat je je presentatie inlevert en maak hem even via Google Classroom. Dat is een stuk makkelijker inleveren en dan kun je ook nog feedback van mij krijgen. En dat is natuurlijk alleen maar goed voor jezelf. Dus begin eraan. Ben je al begonnen? Heb je al aan je spreekbeurt gezeten? Daar zit je goed op weg. Gebruik er nog wat tijd in de meivakantie eventueel voor. Of werk deze week hard, zodat je mooi kunt opschieten. Ja, leuk onderwerp, Sam. Goed zo. Mag je een begin mee maken. En heel fijn dat je al bezig bent. Ninte, als je bent ingeleverd, zal ik straks eventjes kijken of je presentatie is goedgekeurd. Hou in je achterhoofd dat je tussen uitgebreide presentaties, dus boekenpresentaties, die zijn maximaal 5 minuten. Een spreekbeurt is minimaal een kwartier. Dus je moet veel over een onderwerp weten. Jij wordt een soort van expert, de deskundige op het gebied van het onderwerp. En of dat nou de bruine beer is, de illusies, golf of nou, weet ik veel wat. Jij kiest je onderwerp en weet daar dus heel veel over te vertellen. Dus zorg dat je een onderwerp kiest waar je minimaal een kwartier over vol kunt praten. Met een hele mooie strakke presentatie. Dus dat. Ik ga eventjes kijken, want ik heb nog niet gekeken naar jullie reacties, omdat mijn Chromebook aan het opstarten was. Even kijken. Als je extra taken hebt, Milene, de taken die ik heb klaargezet op dinsdag, die moet je allemaal af hebben. Dus stel dat jij vandaag al die taken af hebt en ik zet extra taken voor je klaar, dan hoef je die niet allemaal af te hebben. Maar ik verwacht wel dat je vandaag en morgen gewoon een uur aan het rekenen bent. Sophie, ik heb nog geen extra taak voor je klaargezet voor rekenen. Dus je moet gewoon je rijtje wat je nu hebt staan en eigen taken afmaken. Ik kan de lege klas al even laten zien. Dat is goed, Vera. Dat is de ene kant. En de andere kant. Ik ga bezig met de groep, want zoals je weet komen er halve groepen op school. Dus er gaat weer wat veranderen. Ik ga de groepsopstelling zo maken dat je allemaal 1,5 meter uit elkaar zit. Dus dat verandert allemaal nog weer een beetje. Misschien heb je je oude plek nog, misschien niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook helemaal niet meer weet hoe jullie zaten 6 weken geleden. Dat ben ik al lang weer vergeten. Nou, Ninte, in principe kun je gewoon thuis je presentatie oefenen. Dus zou je de tijd kunnen opnemen en erachter kunnen komen of je een kwartier hebt. Stel dat je op 10 minuten uitkomt, ja, dan heb je toch echt wat te weinig. Dus dan zul je je presentatie nog langer moeten maken. Dus zorg dat je je presentatie oefent, zodat je weet of je richting een kwartier komt. Heb je nou een minuutje minder? Nou, vooruit. Dat vind ik nog tot daar aan toe. Maar kom je maar op 10 minuten, dus heb je 5 minuten te weinig, dan moet je toch echt wel wat gaan aanpassen. Yes, dat klopt, Noah. Goed samengevat van de lessen. Oh, die staat daar omdat ik het soms een beetje warm heb in het lokaal. Er komen geen groepjes, Noah, want we hebben onderwijs waarbij we 1,5 meter afstand moeten houden. Dus ik kan jullie niet in groepjes zitten, want dan zit je binnen 1,5 meter van elkaar. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus helaas zullen we in een hele saaie soort van toetsopstelling zitten. Maar ja, dat is even niet anders. Justin, cool onderwerp. Als je het alleen hebt over één JBL-boxje, kun je daar een kwartier over volpraten met je spreekbeurt. Daar moet je even goed over nadenken. Misschien kun je het over geluid doen, of over stereo-installaties, of kun je een wat groter onderwerp kiezen. Overleg dan nog even met papa en mama mee, zodat je wel een onderwerp hebt waar je een kwartier over kunt volpraten. Want als je straks zeg maar een hele presentatie maakt en je komt er dan pas achter dat je maar 5 minuutjes erover kunt praten, dat zou jammer zijn van je tijd. Dus overleg nog eventjes goed als, met je papa en mama over je spreekbeurt onderwerp, zodat je echt een kwartier kunt volpraten. Ja, dat komt door het zonnescherm, daar schijnt zon doorheen en daardoor is mijn hoofd wat rood als een tomaat.
Sophie Hans, wat bedoel je met worden de groepjes op advies gemaakt? Wat bedoel je daarmee? Alright, inderdaad, de letter. We hebben de 10 minuten bereikt. De letter van vandaag, dat is de letter G. Nou, moet je spullen? Een spulletje, maar het kan van alles zijn. Het kan een uitgeprint plaatje zijn, het kan een knuffel zijn, het kan, nou, het kan van alles zijn. Het moet niet, want het is een spreekbeurt. Het mag wel. En je krijgt er wel bonuspunten voor als je iets mee weet te nemen. De klas wordt in tweeën gesplitst. Inderdaad, dat gaat niet op advies. Er zijn twee groepen gemaakt door je Verijnk. En dat heeft voornamelijk te maken met broertjes en zusjes. Want stel nou dat, bijvoorbeeld, ik noem maar iets, Sophie Lubbers bijvoorbeeld. Die wordt naar school gebracht. Ik weet niet of dat zo is, maar stel dat ze naar school wordt gebracht. En zij moet 's middags naar school. En haar moeder moet vervolgens... Nee, wacht even. Leg het verkeerd. Stel dat Sophie Lubbers op maandag, woensdag en donderdag naar school moet. En haar zusje die moet op dinsdag en vrijdag. Dat betekent dat haar vader en moeder elke dag op en neer moeten fietsen. Dus wat er is gedaan, is er zijn groepjes gemaakt, zodat ouders de kinderen op dezelfde dagen naar school krijgen. Dus als het goed is, gaat Vera op dezelfde dagen naar school als Jochem. En wordt het een beetje op die manier verdeeld wie wanneer aan de beurt is. En de groep is eigenlijk daarmee gewoon in tweeën gesplitst. Dus dat hoor je vanzelf. Als het goed is, krijgen jullie begin van de meivakantie een bericht van juf Pauls. En daarin wordt er meer verteld. Dus die groepjes die zijn gemaakt door juf Rijnk, en dat krijg je natuurlijk nog te horen. Dus dat. Ja, dat is wel een slim idee, Justin. Dan pak je een iets algemener onderwerp, dan kun je meerdere boxen bespreken. Alright, dus dat is het schoolwerk van vandaag. Dat is de instructies. Dit zijn dus ook de laatste video's. Morgen heb je de laatste livestream, want daarna zie ik jullie wel weer op school. Er zal één groep zijn die gaat op maandag en donderdag standaard naar school. Eén groep die gaat op dinsdag en vrijdag standaard naar school. En om de week zal de ene groep op woensdag zijn en de andere groep op woensdags. Dat betekent niet dat je de andere dagen vrij bent, want je krijgt van mij werk mee om de andere dagen bezig te gaan. Dus stel je erop in dat je dus na de meivakantie gewoon weer hele dagen met school bezig bent. Oftewel tot en met 2 uur. Een aantal dagen zul je op school zijn tot 2 uur en een aantal dagen zul je thuis tot 2 uur bezig zijn. Dus probeer je daar alvast een beetje op in te stellen, want nu heb je zodat je weet dat je na de vakantie gewoon weer eigenlijk volle bak aan de bak moet. Zodat we nog eventjes genoeg leren om naar groep 8 te kunnen gaan. Dus dat. Die groepsverdeling dus, waar sommige kinderen nu naar vragen, die wordt jullie gestuurd door juf Pauls. En dat krijg je dan te horen. Dat wordt naar de ouders gestuurd. Die heb ik nu niet voor jullie. Dus je kunt dat even afwachten. Dus als je ouders daar bericht van hebben, dan weet je op welke dagen je op school wordt verwacht. En dan kun je ook meteen zien met wie je dan in de groep zit. Alright, zijn er nog vragen voor vandaag? Dingen die nog onduidelijk zijn, die je wilt weten? Laat het dan eventjes aan mij weten.
Jawel, Jurre. Morgen is de laatste livestream. Nou ja, ik ga natuurlijk niet, Justin, via een livestream met jullie praten als ik jullie ook gewoon in de klas kan spreken. Dat is een beetje gek. Hey, mooi. Als er geen vragen meer zijn, dan spreek ik jullie straks nog eventjes op Meet. Mocht je willen samenwerken, dan kan dat, kun je daar naartoe gaan. Zorg dat je het gebruikt om samen te werken. Ik heb wat berichten gisteren ontvangen dat het niet helemaal goed ging. Gebeurt dat weer, dan sluit ik Meet en kun je er dus gewoon niet mee in. Het is bedoeld om samen te werken en om gezellig te kletsen. En voor niets anders dan dat. Hey, ik spreek jullie zo meteen. Succes als vast met je werk. En ik spreek jullie daar. Ciao.